Hey allemaal, welkom terug bij Super Mario Bros. 3 voor de NES. We zitten in wereld 4, de wereld waar alles gigantisch groot wordt. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Als het goed is gaan deze buizen naar waar we naartoe moeten. Ja, kijk, hier. Boom. En ik open ook gelijk wel even mijn Spotify. Goed bezig, Koen. Goed bezig. Ik heb zeg maar een macro key ingesteld op dat ik mijn Spotify kan gaan openzetten als ik op die macro druk. Dat is wel hartstikke handig allemaal, maar niet echt als ik aan het opnemen ben. Want dan kan ik namelijk wel eens op die key per ongeluk drukken. Want ja, ik neem dit allemaal op mijn PC. Want anders dan kan ik de game überhaupt niet spelen. Dat is het hele ding. En ik wil ook nog wel even het beeld een beetje op kunnen nemen. Want dat, ik heb sowieso al geen mogelijkheid om het spel überhaupt op te nemen op een NES. Als ik die zou hebben. En als ik een... Ik heb geen eens een NES, dus... Dat is even een heel ding. Maar ik wilde dit spel sowieso wel gewoon heel graag spelen op dit kanaal. Maar goed. Van mij kennen we dat verhaal inmiddels wel. Ik heb het volgens mij echt best wel veel verteld hier op dit kanaal. Maar het zou kunnen dat dat niet zo is. En dat ik gewoon onzin aan het praten ben momenteel. Maar we hebben in ieder geval het eerste level gehaald. Dat is wel weer een heel erg mooi pluspuntje. Aflevering 3 was volgens mij in een livestream. En tenminste, voor zover als dat ik weet in ieder geval... ik weet eigenlijk niet wanneer welke aflevering nou eigenlijk een livestream was. Voor mij was het aflevering 3. Maar ik kan me ook vergissen. Wereld 3 was in ieder geval wel een hel. Het was echt gewoon alles puur onder water. Oké, ja, dit is ook weer best wel vervelend. Nu hebben we waarschijnlijk weer een grote Bertha die ons het leven zuur probeert te maken. Dus dat wordt één feest. Weet ik nou al. Ik heb sowieso echt een hekel aan Big Bertha. Echt verschrikkelijk, dat ding. Ah, kom op, hé. Ja, zulke dingen heb ik ook een hekel aan. Die piranha planten. Die vuurspuwen. Ik ben even vergeten hoe die dingen nou eigenlijk precies heet in dit spel. Dit is in ieder geval wel even handig. Gewoon even lekker doorrennen nu. En dan heb je het level alweer gehaald. Gelukkig, geen Big Bertha in dit level. Dus dat scheelt ook weer even een hele hoop. Ik moet wel even kijken hoe lang deze... episode gaan laten duren, want ik wil niet al te lange episodes ervan maken. Is natuurlijk wel altijd even leuk, even een extra lange aflevering van een serie die je zo graag ziet. Maar ik moet gewoon even kijken hoe lang ik deze aflevering maak. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, heb ik letterlijk al mijn items opgemaakt? Wat de hel? Oh, kijk, ja, hier zijn al mijn items. Ik was al geschrokken, joh. Wacht even. Oh, daar hebben ze tegenwoordig andere tabs voor of zo. Ik dacht dat het anders ging, maar oké. Daar heb je dus aparte tabs voor in dit spel. Geinig. Oh, kom op. Oh, kom op, hé. Waarom heb je dit? Waar zit ik nou weer? Ondergronds. Juist, ja. Even een keer in een wereld waar alles gewoon normale groot is. Even niks meer groot hebben. Prima. Waarom ook niet? En dan heb je ook weer gelijk zo'n scheidding met die hamers. Geweldig. En dit keer zijn het van die hele grote hammer bros. Ah, kom op. Oh, godsamme. Ik heb echt een hekel aan die dingen. En dan zie ik ook nog wel even een kasteel dat erna volgt. Super. Echt fantastisch. Daar heb ik heel veel zin in. Eigenlijk niet. Maar goed. Dit level is al erg genoeg. Oh, kom op, hé. Ik heb hier zo geen zin in. Misschien moet ik zo meteen maar even een state saven. Ja, dat ga ik sowieso doen. Want ik ben alweer dood. Dus ik ga even mijn state saven. Momentje hoor. Zo. En boom. Want anders dan blijf ik maar bezig. Ik ga zo meteen ook gewoon mijn state saven bij... Oh mijn hemel. Sinds wanneer springen die dingen? Dat deden ze net niet. En trouwens, ze zijn veel te dik om te kunnen springen. Er zit ook gewoon letterlijk geen enkel patroon in wat ze aan het doen zijn. Dat die dingen waren al zo vervelend in de eerste Mario Bros. Games. En het is nu gewoon niet veel beter geworden. Oh, kom op, hé. Het is ook volledig random wat ze allemaal doen zijn, hè. Soms springen ze en soms springen ze niet. Deze keer springen ze weer. Waardoor je daar... Er zit gewoon letterlijk geen patroon in wanneer ze wel een hamer gooien en dat soort dingen. We zitten nog maar in level 3, hè. Moet je nagaan. Dit wordt waarschijnlijk echt een pain in the ass om te halen. Oh, kom op. Oh, kom op, hé. En het ergste van alles nog, dat de grond ook nog even keihard schudt als je dit aan het doen bent. Oké.
Huppakee. En dan wil ik hier naar beneden. Gelukkig maar. Huppakee. Save state. Omdat ik gewoon even geen zin heb om het allemaal overnieuw te gaan lopen doen. En nee, dat heeft helemaal niks met luiheid te maken. Het heeft gewoon mee te maken met dat het level gewoon zwaar kut is. Die springt als het goed is naar beneden. Ja, dank u wel. Dank u wel, dank u wel. En er komt hier als het goed is een mushroom uit. Tuurlijk niet. Want waarom zouden we een mushroom uitzetten? Dat is heel slecht Nederlands. Ik weet het. Oh ja, krijg je ook nog even deze dingen. Fantastisch. Waarom ook niet? Just make my life miserable, weet je wel. Oké, die springt als het goed is gewoon naar beneden. Oh nee, dat doet hij niet. Oké. Ja, dit is echt verschrikkelijk, dit. Oh, kom op, hé. Ik heb geen zin om dit soort bullshit mee te maken. Moet ik ook nog even het hele level overnieuw lopen doen. Oh mijn god. Dit is echt een verschrikking. Ondergrondse levels. The bane of my existence. Nee, dat zijn ze niet. Dat zijn onderwater levels. Gelukkig ben ik daar alweer overheen. Hoef ik die levels niet meer te spelen hier. Gelukkig maar. Die levels die zijn echt alleen maar verschrikkelijk. Je zit hier waarschijnlijk een mushroom in. Die moet even snel gaan oppakken. Ik heb geen zin om wederom eenmaal naar beneden te vallen. Laat ik hier gewoon eens wel even saven. En heel snel springen. Huh? Hoezo gebeurt dat nou weer dan? Oké, ik moet echt even snel denken hierbij. En spring. En... Oké, ik weet nu dus dat ik die dingen waarschijnlijk niet mag aanraken. Waarschijnlijk, ik mag die dingen gewoon niet aanraken. Dat is het hele punt. Oké. Hier moet waarschijnlijk naar boven. Oh ja joh, race tegen de klok. Waarom ook niet? Geef die maar eventjes ook wel even erbij. Kom op zeg. Ik heb hier zo geen zin in. En dat muziekje, dat werkt me nu ook al op de zenuwen. Dus oftewel, ik heb gewoon een hekel aan dit level. Dat is wel duidelijk, denk ik. Oké. Ja, en die dingen al helemaal. Die zijn echt verschrikkelijk. Die spijkerballen. Godsamme. Oh mijn hemel. Ja joh, tuurlijk. Ah, kom op hé. Ik heb geen zin in deze bullshit. Ik heb serieus geen zin in deze bullshit. Kom op, hé. Ondergrondse levels. Waarom bestaan deze ook? Oké, onderwater levels kan ik nog wel redelijk hebben. Nee, die kan ik totaal niet hebben. Maar dit kan ik nog wel redelijk hebben. Oké, ja, die dingen die zijn er gewoon om je leven miserabel te maken. Oh, gelukkig het einde van het level. Gelukkig. Mag ik eindelijk wel even rusten? Waarschijnlijk niet. Ik moet waarschijnlijk nog wel even een hele hoop extra levels erbij gooien. Ik ga gewoon weer saven, joh. Ik heb geen zin om deze hele fucking bullshit weer overnieuw te gaan lopen doen. Dus ik ga hem gewoon saven. Boom. Kasteeltijd. The bane of my existence. Daar zijn we. Wat? 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 Oh, die dingen mag je dus niet aanraken. Wat de hel, waarom? Wat? Het zijn de vuurvarianten van spookjes. Ja, nu wordt die mooi. Nu wordt die echt mooi. Ik zit ook gewoon... Ik begin van dit soort dingen ook gewoon echt de neiging te krijgen om... Wat? Wat is dit nou weer dan? Wat is dit voor level? Oh hemel, waarom bestaan die dingen nou weer? Waarom doen ze dat? In hemelsnaam. Oké. Oké, nu is het gewoon belachelijk aan het worden. Nu is het gewoon echt belachelijk aan het worden. Fuck this shit, bro. Boom. Dan ga ik maar gewoon even dit doen. I don't fucking care. Dan doe ik maar gewoon al even die thwomps even doodmaken met een fucking star power. Die nu dus is uitgewerkt. Kan ik ook door een van deze buizen? Ja, ik kan door deze. Waarom heb ik het idee alsof dit een hele stomme fout is geweest van mij? Ik hoop oprecht dat dit wat waard is geweest. Een mushroom. Oké, dat is al heel wat. En opeens dikke lag spike. Draai gewoon even op 60 fps. What the shit? Oké, dat was gewoon... Best wel... Oh, wauw. Waarom? Waarom, Nintendo? Waarom? Oké. Daar ben ik al redelijk blij mee. Ik ga nu gewoon even mijn state saven. Boom. Huppakee. Heb ik dat ook weer gehad. En dan krijg ik nu waarschijnlijk te maken met boom boom. Ja hoor, daar zul je hem hebben. Hey, hoe wist je dat, Koen? Omdat ik gedachten kan lezen. Nee, dat kan je zien aan de raampjes.
Oh mijn hemel. Wat heb ik aan de hekel aan kasteellevels? De kasteellevels in, hoe heet het nou? Super Mario Bros. 1 waren al verschrikkelijk. Maar dit slaat echt gewoon helemaal nergens op. Super Mario Bros. 3, dames en heren. Real fun for the whole family. Let's try this again. Boom Boom, die in deze game dus pittig irritant is. Maar in Super Mario voor de Nintendo DS, nieuw Super Mario Bros. Heet hij volgens mij. Is hij nog vervelender, maar dan is het niet eens meer Boom Boom. Dan is het opeens, hoe heet hij nou? Bowser Jr. Laten we eventjes hier wat mushrooms verzamelen. Ah joh, dat werkt toch niet, dus waarom zou ik eigenlijk nog moeite doen hiervoor? Je ziet wel, hoppakee, ik heb gefaald. Het heeft sowieso al geen zin meer nu. En bijna een mushroom. Ze kunnen ook wel gewoon eens een keertje, weet ik veel, een uitzondering maken ervoor. We gaan saven. Dit spel spelen op de originele NES lijkt me trouwens best wel onmogelijk. Zonder... Zo. Dat ging lekker. Ah joh, Lucky 2. Really? Ja, doe maar. Doe die daar ook maar gelijk wel even bij. Om mijn leven nog even wat miserabeler te maken dan dat hij eigenlijk al is. En hier kan ik sowieso niet naar beneden. Daar durf ik niet naar beneden. Dus ik ga gewoon even hier naartoe. Ja. Maar Super Mario Bros. 3 voor de NES. Gewoon... Het is wel een leuk spel op zich, maar best wel lastig. Oh mijn hemel. Ja, zeker als je zometeen in de laatste wereld aankomt. Want ik heb wel eens wat video's gezien van de moeilijkste levels aller tijden. Van Mario. Van Mario Games in het algemeen. En daar zaten dan de wereld 8 luchtschepen tussen. En ja, wereld 8 zit serieus helemaal vol met van die luchtschepen die je altijd hebt aan het eind van letterlijk elke wereld. En deze had ik heel erg hard nodig, die one-ups. Want anders dan zou ik echt alleen maar door het dood gaan in deze wereld. Deze wereld is al zo pittig lastig. Mushroomhuisje. En pick a box. Its content will help you on your way. Dank u wel. En we pakken weer een blad. Die bladeren die zijn echt totaal niet, hoe heet het nou, zeldzaam of zo. Best handig. Heb ik trouwens een hamertje? Nee, die heb ik niet. Maar ik heb wel echt ziek veel vijanden die ik hier al moet doodmaken. Dus dat wordt nog best wel wat. En een extra kasteel. Voor het opbouwen van een brug of zo, volgens mij. Wat zijn die rode toothuisjes? Ik wil het eigenlijk wel weten. We komen erachter. Oh shit, die hele grote. Huppakee, dood. En een ster. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Dan gaan we gelijk door naar de volgende. Level 6. Deze gaan we niet in zonder even een goede power-up. Laten we gaan voor de Fireflower. Waarschijnlijk helpt dit echt helemaal geen ene fuck. Maar we moeten het toch maar proberen. Zo. Die. Hup. En deze maken we even snel dood. Wat is deze wereld fantastisch. Ik heb deze wereld vaak genoeg, hoe heet het nou, gezien in video's en gameplays, whatever. Gameplays en video's is precies hetzelfde, Koen. Ja, ik weet het. Oh, god, nee. Vertel me niet dat dit een trap is. Oh, nee, gelukkig. Maar ik ben alsnog gewoon dood. Top. Top, top, top. Oh, shit, ik was vergeten om steeds te saven. Nee. Oké, nou ja, prima. Halen we dit level nog een keer. Onderwaterlevels. Ik haat ze, ik haat ze, ik haat ze. En toch krijg ik het even voor mekaar om even, weet ik veel, dood te gaan en, te vergeten mijn state te saven. En dan moet ik dus het hele level overnieuw lopen doen. En dan ben ik dus ook al mijn levens kwijt. Dat is ook weer wat. En dan moet ik ook maar even een beetje geluk hebben om die ster nog een keer te gaan krijgen. Nou ja, het schijnt zo te zijn dat als je gewoon... erop af blijft rennen, dat je dan vervolgens die ster krijgt. Maar ja, volgens mij is dat maar een kleine mythe. En is dat gewoon totaal niet waar. Dan heb je gewoon heel veel geluk nodig daarvoor. Tenminste, ik heb vaak genoeg gehad dat mij dat in ieder geval gewoon niet lukte. En dat ik gewoon keihard geluk nodig had daarvoor. Dus ja, we komen erachter. Ik ga nu gewoon weer volop rennen. En dan gaan we even kijken wat er gebeurt. En het is een mushroom. Zie je wel? Boom. Dat bewijst dus maar, het is gewoon puur geluk dat dat gebeurt. Dat is echt puur door het lot bepaald. We gaan gewoon weer even mijn state saven. 8. En dezelfde toothuisjes weer.
En weer even de dialogue inspringen. En we pakken de middelste. Een blad zit erin. Volgens mij is dat trouwens totaal random generate. Ik weet ook niet echt precies hoe dat allemaal zit in deze game. We hebben geen ster, dus oftewel we moeten het heel even doen zonder power-up. Maar ik ga het alsnog gewoon nog even doen met een fireflower. En huppakee, die is dood. Zo makkelijk kan dat dus zijn. Projectielen gooien in Super Mario games. Het kan niet makkelijker dan dat. Ik wil ook eigenlijk wel gewoon die andere dood hebben. Dus deze maken we even snel dood. En wat zit er hierin? Een wolkje. Ik weet dat op de dag van vandaag nog steeds niet helemaal waar die wolkjes nou eigenlijk precies toe dienen. Oh kijk, meteen daarna weer even een hammerbro. Oh mijn god. Oh nice, een P-vleugel. Die zijn fantastisch. Die zijn geweldig. Dank u wel, dank u wel. Ik zie daar trouwens een helpwolkje. We gaan nog één laatste level spelen deze episode. En daarna houden we wel weer mee op. Want anders dan wordt deze episode echt gewoon veel te lang. We zijn alweer langer dan een kwartier bezig, heb ik net gezien. Dus we zijn alweer heel erg lang bezig in ieder geval. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik waardeer de 8-bit muziek. En ik ben dood. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Nou, weet je wat we doen? Ik ga hem gewoon al even opslaan hier al. En ik zie jullie gewoon de volgende aflevering weer bij een nieuwe aflevering van Super Mario Bros. 3. Ik hoop dat je hiervan hebt genoten. Als dat zo is, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Later!